De gemeente Someren vindt het belangrijk dat de gemeente goed toegankelijk is voor alle mensen. Samen met de vrijwilligers van de Allemanswerkgroep Someren zijn daarom wandelroutes aangelegd die geschikt zijn voor iedereen. Op dinsdag 12 mei werden deze Allemansroutes officieel in gebruik genomen bij Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein in Someren. Allemansroute is precies het woord zoals je het zegt. Het is voor alleman en het wordt door alleman gedaan. Drie jaar geleden stonden we bij Egelshoeven voor de eerste Allemansroute. Nu zijn we 3 jaar verder. Ja, en vier routes verder. We hebben er inmiddels 5. Er is toen een begin gemaakt, daar is het mee begonnen om een veilige route te creëren van Egelshoeven naar het centrum van Someren. Daar eigenlijk op voorbedurend hebben we toen eigenlijk ook al gezegd, en dan kunnen we nog terugkijken zelfs, van wij willen dit gaan uitbreiden. En wij zijn toen begonnen met uitbreiding van de routes door heel Someren, door vooral het centrum in Someren. Wanneer komen we er weer? Nou, ik zeg al, we hebben er al best al verschillende klaar liggen. Het is een kwestie van koppelen. En het is een kwestie natuurlijk van of er budget genoeg is om het te realiseren. We weten in ieder geval dat er al wel nog wel wat budget over is. En dan zouden we bijvoorbeeld vanuit Lierop, hebben we in Lierop al enkele routes klaar liggen. En die zouden dan kunnen gaan aansluiten straks op de provinciale weg. En die sluiten dan weer aan op de bestaande routes die er nu al liggen. De routes zijn dan zie ik wel tussen de 2,6 en 7,9 kilometer. Ja. Dat is wel 7,9. Dat is een behoorlijk, en die kun je dus ook nog uitbreiden. Hè? Daar kun je dus nog een aparte lus aan maken. Die van 7,9 loopt trouwens heel mooi, die loopt door de Donk. Maken we ook gebruik van het Kronenpad. Dus dat is een hele mooie route. Ik ben een wandelaar die graag onderweg is tegenkomt om even wat te drinken. Kan dat? Straks is dat wel de bedoeling, hè? Als we straks vanuit Lierop komen, dan komen we ook langs de camping, hè? Dan is dat allemaal wel de bedoeling. Hier ook, hier in het centrum, ja, hier komt door centrum. Is natuurlijk, daarom is de keuze natuurlijk ook gevallen om het vanuit hier te laten gebeuren. Hè? Op het bord staat ook een mooie foto van een gezellig terrasje in de zomer. Dus we stimuleren dat natuurlijk wel.